Hallo Spankies en Breakers van Gamers, een nieuwe aflevering van Mario vs. Donkey Kong. Het valt op dat ik de laatste tijd veel Mario vs. Donkey Kong doe, dus vooral omdat het voor de Game Boy is. Het record gewoon lekker snel, het is lekker makkelijk, ik hoef niet de hele dag te renderen ofzo. Dus ja, dat verklaart het. Trouwens, ik dacht dat dit level 6 werelden heeft, maar dat valt dus zwaar tegen, want na alle 6 werelden krijg je 6 plus werelden. En ik begin het hele spel gewoon weer overnieuw. Nou, opnieuw eigenlijk, want overnieuw is geen goed Nederlands woord. Ik begin het hele spel weer van vooraf aan, laten we het op die manier zeggen. Oh, welke knop drukt ik ooit op? Ik heb geen idee. Laten we dat pakje nu wel even pakken. Altijd alle pakjes pakken. En dan pak je nu de sleutel. Yo, ik heb die sleutel in mijn handen. En dan komt zo een leuk liftje. Oh, kut. Oh, dat was zwaar kut, zeg. Oh, dat is ook zwaar kut. Oh, dat is zwaar kut. Hè. Ja, ik hoop het nog een beetje gaan redden met de tijd. En dan doen we weer hetzelfde als net. Dit begint ook het stuk te komen dat waarin we gaan falen. Waarin we een bepaald level gewoon 10 keer overnieuw moeten doen. Waarom? Ik heb niet geoefend. Eerder keer heb ik nog een beetje proberen te oefenen en zo. Maar ik had echt zoiets van waarom. Nou, we gaan gewoon naar de deur. Ik ga zin om de pakje te pakken. Nou, dit zijn de Shy Block levels. Die vind ik in principe persoonlijk vind ik ze awesome. Ja, het is net wat je vindt, maar ik vind ze best wel vet. Het idee is dus dat je de Shy Guys zo moet neerzetten dat het aardige blokjes worden. Zie je dat? Niet al te moeilijk. Dus eventjes zo. En omhoog. En we gaan omhoog. Doe dat maar goed. Ja, mooi. Ik wou eigenlijk een soort van sideflip doen, maar dat lukte niet helemaal. Dus ja, dan moet ik maar op de normale manier. Deze weer ergens in het midden hebben. Ja, moet lukken. Dat moet te doen zijn. En we hebben Mario! Yay! Volgende level. Dit is het level waar ik als kind nooit voorbij kwam. Het Boo level. Het is vooral het eerste level wat schijtirritant. Dat moet je zien. Boo stopt. Boo gaat achter je aan. Dit is zo fucking irritant. Oké. Het idee is zeg maar dat je zo'n pilaar wil laten vallen, denk ik. Ja. Zoveel mogelijk weer dus dat de Boo je niet ziet. Knop drukken. Hey, het gaat aardig goed eigenlijk op dit moment. Waar zit Boo? Oh, daar zit Boo. Hallo Boo. Nou komt het punt dat je denkt, what the fuck. Oké, okay, moet even wachten tot de Boo een beetje lager zit. Oké, okay, dat gaat een probleem worden. Ik denk dat we gaan wel. Oh, ho, ho! Een backflip. Oké, okay, dit moet ook aardig te doen zijn. Oké, okay, blijf waar je bent, Boo. Jij stommert. Dat pakje kan mij even gestolen worden. Haha, het pakje is dief. Ik ben een pakjesdief, want het pakje kan mij gestolen worden. En we hebben het gehaald, in één keer. Dat vind ik echt heel knap, want ik heb als kind ging ik dus hier alleen maar dood. Ik ben nooit hier voorbij gekomen. En dan heel soms kwam ik er voorbij. Kom je hieruit? Nee, dat is in principe niet al te moeilijk. Ik heb niet geoefend dit level. Ik heb dat Boo level van net heb ik een paar keer geoefend. Omdat ik hem schijt irritant vind. Godverdomme. Dit is moeilijk. Nu hebben we de trap gegaan. Oké. Okay. Kom hier, liftje. Ik heb ook geen idee wat de strategie is voor dit level. Dat is een beetje het probleem op dit moment. Oké, okay, Boo. Draai goed. Nu laten we nu deze kant op gaan. Ja, en dan draaien we om. En dan duw me maar, vriend. Yo. En we hebben het gewoon gehaald. In allebei één keer. Nou, 0-0 levens verloren tenminste. Daar ben ik heel tevreden over. Echt waar. Ik heb trouwens nagedacht over de Minecraft-serie. Ik ga volgende week zondag beginnen met hem uploaden. Ik heb gezegd iedere zondag, dus ja. En morgen, om speciale redenen die jullie morgen gaan zien, besloten dat spel nog niet op te loaden. En ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Dat is altijd handig. Ik weet niet of dit hoort te kunnen, maar ik heb het gewoon gedaan. Echt waar, ik heb echt geen idee of dat hoort. Maar we hebben nu gewoon de sleutel. Voor mij is het slot. Oh, daar is het slot. Voor mij heb ik het level geglitcht. Voor mij hoort dit echt niet te kunnen. Maar oké, okay, boeien. Maakt niet uit. Doesn't matter. I won the level. Dit level is aardig moeilijk. Je moet dat spookje moet je die kant op zien te krijgen. Dus die kant op. Ja, die kant. Die weg. Oh, god. Nee, verkeerde. Rood. Rood. En dan is hij daar. Geel. Oh, god. Daar moet ik niet voor. Hetzelfde geldt zo meteen met het andere beestje. Laten we gewoon even naar boven gaan nu. Laten we dat eens proberen.
Oké, okay, daar is weer zo'n mooie knoppensysteem. Ja, het ziet er gewoon goed uit op dit moment. Dat is gewoon allemaal even lekker bevriezen. Ziet er niet altijd goed uit, kan beter. Vliegen, boe! Ja, ik weet niet, willen we dat pakje eigenlijk wel? Waarschijnlijk niet. Laten we het gewoon zo even proberen. Wat hebben we te verliezen op dit moment? Echt heel weinig namelijk. Helemaal niets namelijk. Oké, deze gast zit aardig hard in de weg. Godverdomme zeg. Niet normaal, man. Ik vind deze dingen wel grappig. Wel leuk verzonnen. Laten we die ophouden. Ja, dan zit die boer ook een beetje ver weg, hè. Moet die gele even gebruiken. Zo. Dan kunnen die boers lekker weg en dan blijf jij lekker daar. Goed, zo. Ja. Oh, nog niet helemaal. Zo, beter. Nu zijn ze nog pakjes vriendelijk, maar we hebben de vorige twee pakjes ook al gemist. Dus dit pakje kan me weer al gestolen worden. Oh, we moeten die kant al op, blijkt wel. Oké, okay, we moeten nog deze manier ontwijken. En het is ons gelukt. Hé, hey, dit is alweer het tweede level. Ik kan me het eerste level niet eens meer herinneren. Oh, rare shit. En we zijn in één keer bij 4-6. Kijk, zo hoort het. Zo hoort het. Tudududududu. Let's go. Here we go. Oké, what the fuck zijn deze blokjes aan het doen? Dit is een aardig moeilijk level, geloof ik. Oké, we zitten op het lipje. Maar we zullen wel zien wat de moeilijkheden zijn van dit level. Zo te zien gaan ik en dat lipje niet echt goed zijn. We moeten op dit lipje. Deze twee gaan namelijk wel samen. Ze zijn lekker ritmisch. Dus even kijken, waar is de sleutel? Dat is een goede vraag. Oh, die is daar. We moeten op een gele knop drukken. Dus we moeten eerst op de blauwe knop drukken. Dus zoals ik daar kan zien, eerst de blauwe knop en dan de gele knop. En dan kunnen we het halen, of niet? Ja. Dat klopt. Games for jullie, post een comment on your channel. Nou ben ik wel heel benieuwd wat Games for jullie gepost heeft. Maar oké, eerst op de blauwe drukken. Dus nou, neem het even een cadeautje mee. Hoppa. De blauwe knop is deur. Zo. Oh god, dan kun je die kant niet meer op. Oh my god. Oké, let's go. Ik ben benieuwd of het ons nog gaat lukken met de tijdslimiet die we nu gekregen hebben. Laten we hopen van wel. Oké, okay, dan. Waarschijnlijk gaat het ons niet lukken. Oh, we moeten even hier op landen. Ja. Ah, kom op. Ah, genakt. Oké, okay, wij doen tenminste meteen op welke button we moeten staan. Op welke button. Oh, nog een comment. Ah, kom op. Ik was afgeleid door een comment. Nou. Nou jongens, dit is de manier. Nu wil je wel 20% op allemaal video's commenten. Dan word ik afgeleid en dan ga ik dood. En dan ben je waarschijnlijk gelukkig. Serpent gameplay is alweer dood. Wat een sukkel. Dus ja, comment op allemaal video's zo vaak als je kan. Zodat ik dood ga in dit spel. Oh, nice. Epic win. Nee, niet in mijn hoofd. That's what she said. Oh, Rick, you silly. Oh, god. Ja, nee. Nee. Ik wil dit niet helemaal opnieuw doen. Oh, dit moet kunnen. Oh, kom op. Kom nog een keer terug. Het moet lukken, jongens. Ik denk dat dit spel een beetje ging. Ja, gelukt. Episch awesome. Oké, okay, we zijn boven. Kom hier met die sleutel. Oh ja. Dat is nog aardig weinig tijd, maar dat boeit ons niet al te veel. Want we hebben het gehaald. Echt, de comments leiden me af. Ik heb nu al 2 comments sinds ik deze video aan het afspelen ben. Daar ben ik heel blij om, want ik geniet van mijn comments. Dit level komt heel bekend voor. Heb ik niet al zo eens een keer gedaan, die persoontje moest laten vallen. Voor mij wel. Ik wil eens even zien met die rooi aanzetten. Kom hier, vriend. Oké, deze kant op, vriend. Oh, wat, ik heb de blauwe nodig. Niet zo dom, Rick. Daar zit toch echt een blauwe trap. Ik weet niet hoe ik op het andere... Om het idee komen een andere kleur te gaan gebruiken. Komt u maar. Niet al te slim om deze persoon door te gaan skippen. Spring Mario, ja. Oké, okay, gele knop. Interessant hoor, interessant. Haha. Voor mij kan je gewoon een triple jump maken, of niet dan? Glitch, alweer. Echt, voor mij, dit spel denkt bij me niet dat de triple jump bestaat. Er is gewoon een move genaamd de 3-dubbele sprong, maar dit spel kent die blijkbaar niet. En we zijn bij Mini Mario level met Twomps. Dit is het eerste level waar je Mini Mario's echt dood kunnen, zeg maar. Ik moet even goed nadenken, waarschijnlijk gaan we nog een keertje falen. Go, little guys. Even kijken, neem aan dat we... Even kijken, neem we gewoon eventjes... Nee, Mario's. Nee.
Nee, niet Swarm. Oké, goed zo. Jullie zijn mijn aardige brug. De tijd hoort niet echt een probleem te zijn. Ja, het is deze maar even doen. Kijk, er zit die Swarm daarboven lekker vast. Au, mijn bakkes. Oké, nu moet ik blijkbaar even op de rode drukken. Ja, als die Swarm boven is, op de rode drukken. Kijk, nu zit die helemaal vast daarboven. Nou kan hij helemaal niets meer doen. Hoe zit het met die tweede Swarm? Oké, wel vast de T. Deze Swarm ziet er aardig gemeen uit. Oh nee, Mario's! Nee, ik dacht ik ren gauw terug, dan kan ik met Mario's redden, maar ja, dat weet ook niet altijd goed. Oké, help me eventjes met klimmen. Oké, we weten het begin al, we weten dat was één letter. Nu begint het echt een beetje puzzelen te worden, van hoe conserveer ik mijn mannetjes zodat ze nog leven. Lijkt me sowieso handig. De tweede moet je aan de bovenkant vastzetten natuurlijk, dat is best aardig logisch. Maar hoe doen we dat? Laten we sowieso even naar de bovenkant gaan. En mini Mario's, wil je eventjes... zo erg zijn. Ik kan gewoon nog een keer de blauwe drukken. Ja. Ja. Wat is dat op de gele? Oh nee, dan gaan mijn Mario's dood. Kut. Kom hier staan, Mario's. Even die Swarm blokken. Ja, kom maar Swarm. Oké, nou er allemaal langs, jongens. Nee, er is er één dood. Kut. Oké. Wat was er ook weer daarboven? Ik ging nu die op die blauwe drukken. Ja, dan zit die ander vast. Dan gaat die eerst wel weer dood. Oh god, ik ben zo'n slechte vader. En ik sta op de spijkers. Mamma mia. Oké, laten we nu dit spel iets beter aanpakken. Oh god, ik ben zo hard aan het falen. Oh Mario. Oh god, verpielekes. Let's go, little guys. En deze keer hoop ik dat jullie niet doodgaan. Tenminste, dat hopen jullie waarschijnlijk. Oh nee, oh Mario. Echt, ik ben echt een slechte oom. Echt zo'n oom dat alle tantes zeggen. Ga maar even niet naar je oom. Ja, zo'n oom ben ik. Iedereen kent die oom wel. Die oom waar je tante bang voor is. Ja? Dat is geen goede oom. Dat is geen liepertje. Oké, dan. Pak het thee maar, jongens. Goed zo. Niks mis met een kopje thee. Ik moet iets doen. Kun je niet gewoon met z'n allen massaal langs gaan rennen of zo? Dat is niet echt altijd slim. Oké, nu zijn we mannetjes kwijt. Oké, ik ben hier. En nu zijn ze allemaal de stekels. What the fuck, de drie hebben de stekels overleefd. Vier zelfs, oké. Even naar boven. Even hier maar gewoon even daar zitten. Oké, nou moet hij even helemaal naar boven, die vent. Ja, dan druk ik op de blauwe knop. Oké, kom hier, minis. Ja, kom maar. Boing, boing, boing. Ja, kom maar. Ik moet zelf hier gaan staan, anders. Kom maar, minis. Ja, goed zo. Pak het thema. Gaan we hier samen omhoog met z'n allen. Zonder de gele knop te drukken. Oh, ik heb een uitweg gevonden door rare manieren van glitches. Oh, Twampy zit nog boven. Twampy. Even naar beneden gaan, vriend. Oh god, dat is niet helemaal de goede knop. Ja. En naar beneden druk ik ga op de... Die. Nee! Mini, niet doodgaan. Twamp. Oké, rennen jongens. Hop, hup. Oké, kom maar niet dood. Oké, deze knop indrukken. Kom maar omhoog. Oké, we gaan deze twee minis meenemen naar het laatste level, maar het kan. Oh nee, dat redden ze niet. Nee! Nee, we nemen niemand mee in de doos. Ach, god, gefaald. Time's up. Dit level is moeilijk, man. Echt. Niet normaal. Oké, we gaan nog een keer proberen dan. Let's go, little guys. Ja, een tijd te begin, maar daarna wordt het pittiger. Oké, laten we het begin maar even doen. Laten we beginnen bij het begin. Gewoon even rustig, Rick. Denk eens na, wat ben je nou eigenlijk aan het doen hier? Oké. Wat je eigenlijk wil, is... Nee, minis gewoon even allemaal weer mee terug naar het begin. Ja... Oké, weer al geen idee wat ik aan het doen ben. Ik kan dit wel doen, alleen dan schiet ik zelf niks op. En de minis... Ah, we doen dit gewoon even. Geen idee wat dit gaat doen, maar... Oh, Twampy. Nu zit Twampy daar. Oh. Nu kan Twampy omhoog. Oké, nu kunnen de minis hier langs. Oké, nice, ze leven allemaal nog. Oké, minis, kom maar. Kom maar allemaal. Dit gaat een worden hoor, jongens. Dit gaat een worden. Als de tijd een beetje mee zit dan. Oké, pak deze maar. Oké, Twompie even omlaag. Kom maar, Twomp.
Yo, oké. Okay. Kom maar, Mario's. Kom maar omhoog. Kijk omhoog. En dan komen onze grote vrienden. En nu de vervolging. De laatste letter O. Oké, okay, nu weer deze kant op en dan gewoon de rode aanzetten, alsof het niets is. En we gaan alle levels, al onze levens mee naar het einde. Oké, snel jongens. Met 30 seconden. Als het goed is, kunnen de Mario's deze sprong gewoon maken. Moet ik het alleen ook even doen. Kom maar. Goed zo jongens. Oké, allemaal in de kist. Ik weet het. Oh, ging ik bijna dood door die sprong. Yes, we hebben het gehaald. 15 seconden. Applaus voor jezelf. En bedenk nu maar vast hoe de volgende twee mini Mario levels gaan worden als ik niet ga oefenen. Kut. Maar het is natuurlijk veel leuker als ik niet ga oefenen. Een beetje uitdaging. Ja, ik denk dat ik Bowser ga sparen voor de volgende aflevering. Dus bedankt voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering van Mario vs. Donkey Kong. Wahoo! Oké, tot dan. Doei! Vergeet trouwens de video niet te liken, te favoriten en dat soort dingen. Nee, like maar gewoon. Laat een comment achter. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!